Keulen aangekomen. Schoonmoeder. De reis ging heel erg voorspoedig met de trein. En het was een beetje een raar systeem. Want je kan dan extra geld uitgeven om plaatsen in de trein te reserveren. Maar ik heb die optie niet gezien. En dan moet je dus op een plek gaan zitten waar niet, zeg maar, staat dat de plek is gereserveerd. Nou, daar gingen wij heel netjes zitten. En toen bleek het toch gereserveerd. Toen moesten we weer opstaan. Nou, al dat soort dingen en zo. Mijn schoonmoeder die gaat gewoon, die denkt, weet je, ik ga gewoon niet heel even wachten totdat Marloes klaar is met haar intro. Maar we gaan gewoon dwars door het beeld. We zijn in het hotel. We gaan zo direct lekker naar buiten. Maar ik wilde heel even het hotel laten zien. Of de hotelkamer laten zien. Zodat jullie zien waar wij gaan slapen vandaag. Dit is mijn schoonmoeder. Zij heet Jitske. En zij zal af en toe in de filmpjes, denk ik, voorbij komen. Maar dit is een hotelkamer. Nou, hier komen we binnen. Op zich vrij ruim. Badkamer. Toilet. Ook heel ruim. Leuke Nivea Men. Die zal ik wel voor Mark meenemen. Dingetjes. Hartstikke gezellig. Een blow dryer. En een bad. Dat heeft potentie. Dan hebben we een minibar. Nou, de minibar is zo geweldig uitgerust. Ik wil hem even met jullie delen. Dat je denkt, geweldig. 3 nootjes en een flesje. Dan ons bed. Het is helaas een 2-persoonsbed en niet 2 aparte bedden. Ik vind mijn schoonmoeder heel erg lief. Maar het liefst zou ik toch gewoon een apart bed liggen. Maar we doen het ermee. Het is in ieder geval aparte dekens. Want anders was ik agressief geworden. Er ligt een snoepje op. Die mijn schoonmoeder al gelijk opeet. Terwijl ik dacht, die bewaar ik voor mijn kinderen. Weet je, ik denk dan weer anders. We komen nog wel iets voor de kinderen. Een bankje. Met een, mijn schoonmoeder heeft dat gewoon neergepleurd. Een heel groot bureau. Een televisie die aanstond. Dat vind ik dan wel weer jammer, hè. Dat is gewoon zonde. Een zithoekje. Ook met nootjes. Water voor €5,50. Ja. Stel je nou toch eens voor dat je dorst hebt. En ons uitzicht laat ik ook even zien. De Deutsche Post. Nou, we zijn ons aan het klaarmaken. En ik was eventjes mijn tas aan het legen met dingen die er niet in horen. Zoals zware flesjes water en zo. En dan weet je, dan vind je dit soort dingen in mijn tas. Want dat is leuk. Een stukje bacon. Dat weet je voor als ik trek heb. Nutella.